Goedemiddag, het is maandag 1 juli. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. 1 juli alweer, jongens. Het gaat zo verschrikkelijk snel. Ik vind het echt niet normaal. Oh, en ik moet even mijn deur, mijn gordijn gaan redden. Want die zit daar tussen de deur. Ik weet niet of je het kan zien, maar die moet ik even gaan redden zo. Ik wilde even de weekvlog openen. Niet per se omdat ik vandaag heel veel boeiends te melden heb. Maar dan is die maar in ieder geval vast begonnen. Ik heb na mijn ziek zijn vandaag weer voor het eerst gewerkt. Dus ik ben redelijk uitgeblust nu. Want zo'n eerste dagje hakt er dan toch nog best wel even in. En het was ook gewoon druk. Want ik had vorige week best wel veel belangrijke dingen op de planning die door mijn ziek zijn niet door zijn gegaan. Waardoor er heel veel mails over en weer. En ik heb vorige week wel wat geprobeerd te beantwoorden. Maar met een 39 graden koortshoofd is dat niet helemaal gelukt. Heb ik nog dingen op de planning staan deze week? Het valt wel mee. Ik zou woensdag mijn eerste zangles hebben bij mijn nieuwe zanglerares. Maar ik was even vergeten. Ik zou daar dan om 4 uur moeten zijn. Ik denk, dat komt mooi uit. Want ik moet om 2 uur bij de tandarts zijn. Dus dat red ik dan makkelijk. Maar ik was even vergeten dat de tandarts een nieuwe vulling erin gaat. Of een vulling gaat vervangen. Ja, ik verwacht niet dat ik dan heel lekker mijn zangles kan doen. Daarna met zo'n kaak en weet ik het allemaal. Dus ik heb er maar even een mailtje gestuurd of we een andere afspraak kunnen maken. Ik denk dat dat verstandiger is. Ja, en dat heb ik op de planning staan. En voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Laatste dansles deze week voor de zomerstop. Ja, alles gaat een beetje stoppen nu, hè. Alles, de vakanties komen er weer aan. Ik moet nog 2 weken werken. Deze week en volgende week. En volgende week alleen maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf volgende week vrijdag ben ik vrij. Dan ga ik eerst een weekendje weg. Daar horen jullie later nog meer over. En aansluitend ben ik nog een weekje vrij. Ik heb op zich niks gepland, want wij gaan in september pas op vakantie. Maar gewoon lekker een weekje vrij is ook niet verkeerd. Dus nou, zijn jullie weer een beetje up-to-date. En ik ga een beetje chill houden vanavond en dan lekker op tijd naar bed. Om me morgen weer op te maken voor een nieuwe werkdag. Hi, het is dinsdag. Ik heb gewerkt. Het is al avond, 6:30. Nou, ik ben er een stuk beter aan dan vorige week om deze tijd. Dat kan ik wel zeggen in ieder geval. Dat vorige week ging het echt een stuk minder met me. Maar goed, straks lekker weer een bordje kaart, heb ik zin in. Morgen naar de tandarts, dan wordt er een kies opnieuw gevuld. Er zit een vulling los. Dus dat is wat minder, maar ja, moet ook gebeuren. En voor de rest heb ik morgen vrij om klusjes te doen. Ik wil even wat dingen in huis opruimen. Ik wil voor mijn YouTube-kanaal even het een en ander doen. Ronald gaat me daar ook nog even bij helpen, hoop ik. Als hij tijd heeft, dat laat hij me nog even weten. En genoeg te doen, zullen we maar zeggen. Ik ga vanavond de weekendvlog editen. Daar heb ik ook wel weer zin in. Ja, dat is natuurlijk ook alweer een tijdje geleden. En wat er nou gebeurt met die trouwvideo, jongens. Ik ben echt flabbergasted gewoon. Hij is volgens mij al iets van bijna 1500 keer bekeken. Wauw, echt bizar. Zo gaaf. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ben ook heel trots op die video. Dus dan is het ook fijn als die zo vaak bekeken wordt natuurlijk. Ik ga lekker even mijn kopje koffie opdrinken. En dan gaan we zo de deur uit. Een hele goede morgen. Het is woensdag vandaag. En het is al 10:50, dus ik heb er al wel eventjes op zitten. Jullie staan een beetje laag, maar dat komt omdat mijn statief nog in de auto ligt. Dus jullie staan nu even op de, tripod, zeg maar. Maar ik heb wat pakketjes binnengekregen, dus ik dacht, laat ik die even samen met jullie unboxen. De eerste heb ik al stiekem in gebruik genomen. Dat is een nieuwe haarband. Dat is deze die ik heb besteld bij AliExpress. Ik vind hem zo leuk. Hij is een beetje Gucci-inspired, zeg maar. En die staat dan zo.
Ik vind hem heel erg leuk. Ik ga kijken of jullie een klein beetje nog kan kantelen. Zo is het misschien iets beter. Dan heb ik er nog 3 binnengekregen. En 1, dan kan ik zo gelijk even de... Daarvan is deze, die ik ook heel erg leuk vond met die stippeltjes. Deze met een soort zakdoek idee. Ik had hem iets rooier verwacht. Hij is eigenlijk meer een beetje rozig. Maar goed, die vind ik ook heel erg leuk. En dan als laatste. Ik had ze allemaal wel iets groter verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik zal straks even het verschil laten zien. En dan nog deze. Die vind ik ook heel erg leuk. Die is wat rustiger. Kijk, ik heb natuurlijk ooit... ook bij AliExpress deze besteld. Die vind ik nog steeds geweldig. Maar zoals je ziet had ik ze allemaal een beetje op dat formaat verwacht. Maar je ziet, deze zijn allemaal wel een stukje dunner. Niet dat dat nou heel erg is, maar ja, ik had dat toch ietsje anders verwacht. En dan nu de klapper. Want kijk wat ik hier heb. Ik laat even de onderkant zien, want ik wil niet dat mijn adres natuurlijk in beeld is. Ik ga hem openmaken. Ik heb een tas besteld. Ik ben toen ik ziek was. Heb ik natuurlijk heel veel geslapen. En tussen het slapen door, zeg maar, heb ik YouTube-filmpjes gekeken. En ik ben helemaal weg van een kanaal. Dat heet Cherry Wallace. Dat is een Engelse meisje. En zij is helemaal... idolaat van Harry Potter. En ik natuurlijk ook. En zij heeft mij... Zij doet unboxings van allerlei leuke Harry Potter dingen. En ja, door haar werd ik geïnspireerd om een hele leuke... Ach, het formaat is nu al perfect. Tas te kopen. Mijn favoriete Harry Potter karakter is... Luna Leeflang, Luna Lovegood. Ik heb voornamelijk alle boeken in het Nederlands gelezen en geluisterd. Sinds ik de luisterboeken app heb, moet ik zeggen, heb ik ze wel een keertje allemaal in het Engels geluisterd. Want lezen, dat kwam er toch iedere keer niet van. Ik kan op zich wel Engels lezen, maar ik vind het toch niet... Ja, het wordt er niet ontspannender van, zeg maar. En nou heb ik een Luna Leeflang tas gekocht. Kijk nou. Met haar bril. En dit is een portemonneetje waarop staat de Quibbler. Wat de kibbelaar is in het Nederlands. Hier een officieel Harry Potter logo. Hij meurt wel als een malle. Dat vind ik wel een beetje jammer, maar goed. En kijk die binnenkant. Oh, ik vind hem geweldig. Er zit gelukkig ook een lang hengsel bij. En voor de rest natuurlijk vooral veel vulsel. Maar kijk nou jongens. Ah, ik vind hem helemaal geweldig. Dus die ga ik lekker op mijn gemakje even... inruimen. Echt heel erg blij mee. Super, super, super leuk. Nou, dat wou ik jullie even laten zien. Zo, ik ben met Photoshop aan de gang gegaan. Ik heb vanochtend van Ronald een kleine mini-cursus Photoshop gehad. Want ik wil mijn thumbnails, nu doe ik, heeft hij een format gemaakt en... vul ik die iedere keer alleen met een foto en een titel. Maar ik wil gewoon mijn thumbnails wat gaan veranderen. Dus ik heb nu een hele leuke achtergrond en ik weet hoe ik bepaalde dingen moet doen. Dus nu ga ik daarmee aan de slag. Ik ben echt onwijs benieuwd. Dan kan ik ook wat meerdere beeldjes uit de vlogs
zeg maar in de thumbnail laten terugkomen. En een leuke tekst erbij en zo. Dus nou ja, als het goed is, hebben jullie bij deze vlog al een nieuwe thumbnail gezien. Dus ik ben heel benieuwd. Zo, ik ben weer terug van de tandarts. En ik moest dus voor een kies. Daar was een vulling van stuk. Dus die moest vervangen worden. Dus ik kom daar aan, zegt ze, zonder verdoving. Oké. Ze zegt, als het niet gaat, verdoof ik je alsnog. Maar nu heb je geen last van dat die verdoving nog 2 uur moet uitwerken. Ik denk, oké, laten we het maar proberen. Nou, het is gelukt. Ik ben best trots op mezelf. Want dat deed best zeer hoor. Oeh, dat boren. Ze moest hem wat verder uitboren om hem weer opnieuw goed te kunnen vullen. Maar goed, het is gelukt. Hij zit er opnieuw in. Nou ja, mijn zangles toch maar niet weer gebeld. Want het doet best wel zeer. Dus ik dacht van, het is sowieso wel goed om nu even dat niet te doen, zeg maar. Maar nu heb ik een ijsje verdiend, vind ik. Dus dat ga ik nemen. En ik laat je zo even zien welk ijsje ik dan eet. Want het is een waterijsje. Waterijsjes zijn qua calorieën best goed te doen. En ja, dit is voor nu momenteel mijn lievelingswaterijsje. Maar ik moet hem nog even uit de vriezer pakken. Zo. Maar ik moet eerst even mijn handen wassen en zo. Ik ben net thuis. Dus ik laat zo nog wel even zien wat voor ijsje ik dan eet. Nou, dit is dus het waterijsje waar ik het over had. En deze is van de Aldi en dan heet die Mochi. Die ga ik vandaag voor het eerst proberen. Want normaal heb ik ze van Ola. Dan heten ze Liuk. En dit is dus citroenwaterijs met een dropstokje. Dus als je je ijsje op hebt, heb je ook nog lekker een dropje om te smikkelen. Nou, super lekker. Echt een aanrader. Zo jongens, we zijn alweer heel wat uurtjes verder. Ik heb geen last van mijn kies meer. Wacht, ik moet alsjeblieft. Nee, geen niet. Ik heb geen last van mijn kies meer. En ik wil jullie even aan iemand voorstellen. Want die hebben jullie nog niet eerder gezien. Dit is Robert, dat is mijn broer. Is het echt de eerste keer? Ja, jij bent nog nooit eerder in mijn vlog geweest. Ik heb het heel vaak over je. Oh ja. Maar, en wat zijn we aan het doen? Ja, we zijn aan onze volgende verslaving / hyperfocus bezig. Echt en, hè? Wizard Unite. Harry Potter Wizard Unite na Pokémon Go. Wat ja. Ik ook nog steeds moet spelen, dus... Je hebt het maar druk. Ik heb het maar druk. Ja, Pokémon Go doe ik al een tijdje niet meer. Maar we zijn nu, kijk, druk aan de vangst, wou ik zeggen. Maar dat is het niet echt. Hè? Wat doe je er nou mee? Bevrijden? Ja, terugbrengen toch? Terugbrengen, ja, dat is ook zo. Terugbrengen naar, nou laat ik het zo zeggen, het spel is voor mij nog, ik speel het regelmatig, maar te nieuw om het helemaal uit te kunnen leggen. Ja, precies. Learn by doing. Dat bedoel ik. Dus we zijn in het Zuiderpark. En want zoals ik al zei, is Kijkduin niet meer echt de place to be, sinds daar verbouwd wordt. Dus gaan we het maar in het Zuiderpark uitproberen. Yes. Dus wij gaan even verder. Zo, het is vrijdag vandaag. Ik heb gisteren helemaal niet gevlogd, jongens. En dat komt eigenlijk omdat ik mijn camera vergeten was. Want ik ging eerst werken. Toen moest ik voor mijn nagels weg. En daarna heb ik dansles gehad. En nou ja, ik had met mijn telefoon kunnen filmen. Maar er gebeurde niet echt iets waarvan ik dacht, dat moet ik vastleggen. Dat is nog iets wat jullie nog niet eerder gezien hebben. Maar dit zijn mijn nagels geworden. Het zijn 3 verschillende kleuren. Blauw. Ja, dit is een beetje groenblauw. Ik vind het heel tof geworden. Ik ben er heel blij mee. Toen ben ik naar dansles gegaan. Dat was de laatste van het seizoen. Dus we hebben vanaf nu 4 weken zomerstop. Dus dat is wel jammer. Ik heb nog wel een filmpje op Instagram gedeeld. Dus als jullie me daar volgen. Ik heet daar ook Hoi, ik ben Bianca. Dan hebben jullie die al wel gezien. En nu is het vrijdag. En zit de week daar alweer op, ga ik aan mijn weekend beginnen. En daar heb ik heel erg veel zin in. Want ik heb een leuk weekend voor de boeg. Morgen ga ik op stap met Suzanne. Dus dat gaan jullie in de volgende weekendvlog zien. Waar we naartoe gaan, dat hou ik nog even geheim. Dat mogen jullie bekijken als we daar naartoe gaan. Of als we in de volgende weekendvlog, kun je dat zien. En misschien dat we ook op social media nog wel het een en ander delen morgen. Dat gaan we zien.
En zondag heeft mijn vader gevraagd of we daar de finale van het WK Vrouwen willen komen kijken. Want we staan in de finale. Jee, ik heb mijn oranje shirt al aan. Zie ik nu. Is niet bewust hoor, maar het is wel een grappig detail. Dus misschien kan ik die zondag ook aantrekken. En ja, dan ben ik gewoon heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen en of ze gaan winnen van Amerika. Heel spannend. Dus wat ik zeg, leuk weekend voor de boeg. Vanavond gewoon niet zoveel, want morgen moet ik vroeg op. We hebben het is ongeveer 1,5 uur rijden naar waar we naartoe gaan. Ruim 1,5 uur voor mij. Dus ik ga rond een uur of 8:15 de deur al uit. Dus ik ga vanavond lekker douchen en mijn haar wassen. En mijn lunchpakket maken en allemaal dingen meenemen. Zodat ik morgen op tijd kan vertrekken. Dus ik ga hierbij de weekvlog afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Zo ja, doe je duim omhoog. Want jongens, wat gaan we ineens hard. En die trouwvideo is al zo vaak bekeken. En ik ga nu ineens omhoog met mijn abonnees. Ik vind het echt geweldig. Dus superleuk. Dus help me daar alsjeblieft mee door te abonneren en te liken. Zou ik onwijs tof vinden. En dan zie ik je in de volgende vlog. En dat wordt de weekendvlog. Doei doei!